André van Duin verrast vriend en vijand door plotseling een streep te zetten door zijn geplande tv-programma Denkend aan Mallorca, dat hij samen met Janny van der Heijden zou gaan presenteren. De beslissing komt voort uit zijn eigen reflectie over het risico van overexposure. Als een van de grootste sterren van de publieke omroep is van Duin zich bewust van het belang om de balans te bewaren tussen zijn aanwezigheid op televisie en het voorkomen van overkill. Na succesvolle programma's als Denkend aan Holland en Denkend aan Zwitserland stond een reisprogramma door Mallorca op de planning, maar dit project wordt voorlopig in de koelkast gezet. Van Duin legt uit dat het vooral te maken heeft met de hoeveelheid tijd die hij al op tv doorbrengt, met onder andere het varen door Nederland en een aankomend jubileumconcert in Rotterdam. Het aankomende jubileumconcert, waarbij Van Duin door zijn collega's toegezongen zal worden, belooft een groots evenement te worden met veel aandacht van de media. Het concert zal worden uitgezonden door Omroep Max, waarbij Van Duin zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken steekt. Hoewel het stopzetten van Denkend aan Mallorca misschien geen grote verrassing is gezien de drukke agenda van Van Duin, liet Jan Slachter, de baas van Max, eerder doorschemeren dat het programma op losse schroeven stond. Met programma's als Denkend aan Holland, Heel Holland Bakt en de terugkeer van Animal Crackers op de planning, is het begrijpelijk dat er ruimte moet worden gemaakt in de drukke agenda van de komiek. Vooral het programma Animal Crackers, waarin Van Duin op komische wijze de stem van dieren inspreekt, kent zijn eigen uitdagingen. Het vinden van geschikt materiaal blijkt soms lastig, met name vanwege de terughoudendheid van sommige dierentuinen. Toch blijft Van Duin optimistisch dat alles uiteindelijk goed zal komen, zoals blijkt uit de recente opnames in de dierentuin in Emmen. Kortom, Terwijl denkend aan Mallorca voorlopig van de baan is, staat er voor André van Duin nog genoeg op de planning om de kijkers te vermaken, zowel op televisie als tijdens het lang verwachte jubileumconcert.